Muzieklegendes. Begin je ook spontaan te dansen als je dit nummer voorbij hoort komen? Blijf dan vooral kijken. We kennen deze hit natuurlijk van de meest populaire meidengroep die Nederland ooit gekend heeft, LUF. Met hun vrolijke liedjes en frisse danspasjes veroveren ze de harten van niet alleen jonge meiden, maar ook van mannen. LUF wordt in 1976 opgericht door producer Hans van Hemert. Er worden 3 mooie dames uitgekozen die ook nog eens goed kunnen zingen. Ze zijn voor ieder wat wils. De serieuze José Houbé, de blonde Marga Scheide en de zwoele Patty Bart. Het uiterlijk van de dames is een belangrijk onderdeel van de meidengroep. Als ik een nummer schrijf voor LUF, dan hou ik rekening met het visuele aspect. En het visuele aspect daarvan is een onderdeel, maar het is een belangrijk onderdeel, dat ze zo mooi zijn. In 1977 wordt de debuutsingle uitgebracht, My Man. Dat is een serieus liedje en gaat over een spoorwegmedewerker die wordt doodgeschoten. De single gaat hard en bereikt de 12e plek in de top 40. Maar een echte hit wordt het toch niet. En dat komt grotendeels door de historische treinkaping bij De Punt, waardoor het nummer niet vaak op de radio wordt gedraaid. Toch is Nederland verrast. Een mooie groep met 3 meiden die leuke liedjes zingen, dat kennen we nog niet. Al snel verschijnt de tweede single, Dream Dream. Maar die komt niet verder dan de tipparade. Een jaar later komt dan eindelijk het succes waar LUF op hoopt. In 1978 wordt Hans van Hemert gevraagd om de titelsong te schrijven voor het komische VPRO-programma Het is weer zo laat. Ook wel bekend als Waldolala. De meiden van LUF worden ingezet en zingen het vrolijke You Owe Me. Het is de wekelijkse openingstune van het populaire tv-programma. De single slaat gelijk aan in heel de Benelux en wordt een grote hit. Het haalt de 3e plaats in de top 40. De sexy kostuums en de danspasjes van de dames gooien hoge ogen bij het publiek. Hierna gaat het de goede kant op met LUF. Ze scoren in datzelfde jaar, 1978, een nummer 1 hit met You're the Greatest Lover, die ook op hun debuutalbum With Love staat. Het wordt zelfs de zomerhit van 1978 genoemd en binnen een mum van tijd behaalt het liedje de platina-status. Het liedje gaat de hele wereld over en wordt gebruikt in verschillende tv-shows. Al snel volgt een tweede nummer 1 hit, Trojan Horse. Tot de jaren 80 brengt LUF nog een aantal succesvolle nummers uit, als Casanova. En Yes I Do. De optredens, gouden platen en tv-shows zijn niet aan te slepen. De agenda van de meiden loopt helemaal vol. En hij was best bereid om 3 Nederlandse meisjes die dagelijks paraderen in de top 10 lijsten van de popwereld te omhelzen. Want dat gebeurt een politieman ook niet elke dag. Ze kregen bovendien gouden en platina platen voor de verkoop van Trojan Horse in Nederland en in Duitsland. En met hun nieuwste plaat Casanova gaat het dezelfde kant op. Want die is van de hitparade ook al niet meer weg te branden. In heel Europa bestormen de singles van LUF de hitlijsten. Maar ook in Australië en Zuid-Afrika. Wanneer ze enkele nummers in het Spaans zingen, weten ze ook daar hits te scoren. Hits in Spaanstalige landen. Zo wordt Sí Que Sí, Yes I Do, een nummer 1 hit in Mexico. Buena charla, sí que sí. Caminemos, oh sí que sí. En krijgt daar een gouden status. Ook behalen ze in Mexico een gouden plaat voor het album True Love. Trojan Horse levert een gouden plaat op in Australië, maar tijd om die op te halen hebben de meiden niet. In 1979 ontvangt LUF de Conamus Exportprijs. Deze prijs is bestemd voor de meest succesvolle artiesten, muziekproducers en auteurs op het gebied van Nederlands auteursrecht in het buitenland.
Luf is in 1980 de meest gevraagde act voor tv-shows buiten Nederland. Er worden plannen gemaakt om ook andere continenten te veroveren, zoals Azië en de Verenigde Staten. Maar helaas gaan deze plannen niet door als Patty Bart in 1980 besluit de groep te verlaten. Het is een drama voor de fans en iedereen is in rep en roer. Haar plaats wordt gelukkig al snel ingenomen door Ria Tiels. De eerste single in de nieuwe samenstelling, My Number One, haalt de top 5 in de top 40. Een jaar later komt het heftige nieuws naar buiten dat Luf uit elkaar gaat. Als reden wordt de burn-out van Marga Scheide genoemd. De meiden gaan allemaal hun eigen weg. Zo heeft José met haar solo-carrière in 1982 een groot succes met de nummer 1 hit I Will Follow Him. I must follow him. In 1988 komt Luf in de oude bezetting bij elkaar voor een optreden in het tv-programma Samen van Mies Bouwman. In het programma wordt er geld opgehaald voor het goede doel. De dames zingen de grote hit You're the Greatest Lover. De reacties zijn overweldigend en er wordt gesproken over hun comeback. Maar José en Patty zeggen allebei nee. Maar Marga zet door. Samen met twee andere zangeressen, Diana van Berlo en de Britse Michelle Gold, probeert Marga Luf nieuw leven in te blazen. De eerste single van de nieuwe samenstelling is Welcome to My Party. Die plaat haalt de 22e plaats in de top 40. Het drietal is dan een veelgevraagde act in het clubcircuit. In 1990 verlaat Michelle Gold het damestrio. Haar plaats wordt onmiddellijk ingenomen door Carina Lemoyne. Het nieuwe Luf blijft tot 1992 muziek maken, maar echte hits worden het niet meer. In 1993 doet Hans van Hemert een tv-interview in het VARA-programma De Verleiding. Hierin vertelt hij samen met Marga, José en Patty over de kracht van Luf. Patty was de zwoele van de drie. En Marga had iets gezonds, iets positiefs. En José een beetje de meer serieuze. En zo had dat... Vulde dat elkaar heel erg goed aan. Het uit elkaar vallen van de groep komt ook ter sprake. Het is toch gebleken dat je mensen niet zodanig kunt sturen dat ze als ware het je eigendom blijven. In de loop der jaren was het eigen willetje van een ieder, het individuele karakter, was toch dermate doorslaggevend dat ze uiteindelijk uit elkaar gevallen zijn. Mijn grootste teleurstelling is geweest dat ze dachten dat iedereen zo makkelijk vervangbaar was. En ik was ervan overtuigd dat, of in dit geval was ik het, maar al was het Marga of José geweest, nou, ik had dat nooit toegestaan. Het levert goede reacties op en bij de vrouwen begint het toch weer een beetje te kriebelen. In deze periode beleven ook andere succesvolle groepen uit de jaren 70 revivals, waaronder ABBA. Het idee voor een verzameld cd met de grootste hits van Luf is dan ook snel gemaakt. Deze krijgt de noemer Luf Gold. Ook is Luf weer op het podium te vinden. De oude en originele bezetting van Luf blijft zo actief tot 1996. In 2005 komt de groep na bijna 10 jaar weer in de originele bezetting bij elkaar. En dit voor een optreden tijdens het 40-jarig jubileum van Hans van Hemert, hun producer. Ze hebben de smaak weer te pakken en in 2006 doet Luf verschillende optredens door het hele land. Zo schitteren ze dat jaar op het bekende Muziekfeest op het Plein. In 2012 besluiten Marga, José en Patty voorgoed een punt achter Luf te zetten. Marga woont veel in haar tweede huis op Ibiza en Patty is druk met haar tv-carrière. Het echte laatste optreden van Luf is op het podium van Dutch Valley. Maar in 2016 blazen José en Marga de groep toch weer nieuw leven in. Dit keer met Ria Tiels. Na 3 jaar neemt Chimène van Oosterhout deze plek van Ria over. En in deze samenstelling met Chimène wordt aan nieuwe muziek gewerkt, maar toch... Begin 2020 wordt Luf definitief afgesloten. Luf was met hun gouden platen in binnen- en buitenland een van de grootste muziekexporteurs van Nederland. Met de vrolijke muziek en de mooie kostuums was het een meidengroep die eind jaren 70 totaal nieuw was voor het publiek. Luf, begonnen als een bescheiden meidengroep, maar uitgegroeid tot ware wereldsterren.